Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Ik heb een klacht, maar voor ik die klacht ga uiten, een klacht over de banken, die kutkapitalisten. Maar voor ik die klacht een beetje ga formuleren, wil ik eerst even excuses aanbieden voor het feit dat ik een petje op heb. Dat komt namelijk, mijn haararchitect, mijn haarkunstenaar, heeft in het Haartheater, waar ik wil altijd vervoegen om mijn haar te laten bijwerken, een prachtig kunstwerk van mijn overigens heel interessante hoofd gemaakt. Maar ik ben er nog niet aan toe om het resultaat van deze behandeling aan den volke te tonen. Dus heb ik een petje opgezet. Excuses ervoor, u moet me dit maar vergeven. Het is niet anders. U zult verder in uw leven moeten zonder mijn haar nu te zien. Maar daar komt mijn klacht. Mijn klacht gaat over de banken. Die geldwolven. Die smerige kapitalisme. Die gasten die ons hele systeem verzieken met hun gedoe. Want ik heb laatst weer zo'n ervaring met de bank gehad. Ik probeer mijn bank te bereiken. Ik wilde gewoon een hele simpele, eenvoudige vraag stellen. Over de stand van mijn geld. Mijn weinige geld dat ik op die bank nog heb staan. Kan ik daarbij? Ik wilde een paar dingen erover weten. Dus ik ga eerst eens denken, hoe kom ik aan het telefoonnummer van die bank? Dus ik ga naar hun website. Dan kom je dus op die website. Dan moet je allemaal dingen invullen. En allemaal dinges. Op een gegeven moment kom ik bij een telefoonnummer. Dan bel je de telefoonnummer. En wat krijg je dan? Een robotstem. Waarschijnlijk kunstmatige intelligentie of zo. Of een robot, ik weet niet precies. Maar dan moet je allemaal nummers zeggen. Die worden de hele tijd herhaald. Of ze verstaan je niet. Dan moet je allemaal bevelen opvolgen. Orders opvolgen van een digitale baas, zullen we maar zeggen. En wat gebeurt er als je het niet helemaal goed doet? Dan wordt de verbinding verbroken. En ik ben een oude man, ik ben uit de tijd, ik kan het allemaal niet meer bijbenen. Dus mij lukt dat niet. En tot twee keer toe, zo halverwege, werd opeens de verbinding gebroken. Ik begrijp niet waarom, maar voor mij is het te moeilijk. Dat gaat me boven deze pet, inderdaad. En ik zou zeggen, petje af voor de mensen die dat wel heel goed kunnen. De derde keer ben ik ook weer een half uur aan het worstelen met die website, op die website, om te komen tot iemand met wie ik kan praten. Dus op een gegeven moment gaat de telefoon over. Er zijn nog 20 wachtende vormen. Dus ik maar wachten. En waar die tikker, die teller maar lopen van mijn telefoon. Wat trouwens ook een klote ding is, maar dat is een heel ander verhaal. En op een gegeven moment, wonder boven wonder, hoor ik, er is nog één wachtende vorm. U bent de eerste wachtende. Sterker nog, u bent nu aan de beurt. En hoor ik een mevrouw aan de andere kant. Hallo, goedemiddag, kan ik u helpen? Met een Vlaams accent. Ik kan het niet helemaal nadoen, maar een Vlaams accent. Een prachtig accent, een beetje erotiserend accent. Dus ik denk, oh, een leuke dame aan de andere kant. Zegt, goedendag mevrouw, hoe maakt u het? Mijn naam is Svetlout, ik heb dit en dit nummer, ik heb deze vraag. En dan hoor ik, hallo, hallo, ik hoor u niet, kunt u luider praten? Dus ik praat wat luider. Ik zeg, mevrouw, goedemiddag, ik heb een vraag, dat wil ik graag aan u voorleggen. Hallo, hallo, meneer. En dan, hallo, hallo, piep. Heeft ze de horen opgegooid, want ze kan me niet verstaan. En dat terwijl ik net een nieuwe telefoon heb, waarmee ik dit filmpje opneem, een klote ding, een Samsung. Die zeggen, koop geen nieuwe telefoon. Blijf gewoon oude lijnen nemen. Ik heb er nou wel spijt van, maar dat is een heel ander verhaal. Afijn, dus ik heb de bank niet aan de telefoon kunnen krijgen. Ik denk, weet je wat, ga ik ze een e-mail sturen. Er staat vast ergens op die website een e-mailadres. Dus ik weer een kwartier lang surfen, kijken, zoeken. Waar is dat e-mailadres? Nou, ik zal u vertellen, dat e-mailadres van banken, en trouwens van allerlei organisaties. Er zijn geen e-mailadressen. Je kunt nergens meer e-mails sturen. Je kunt in de chat gaan. En dan kom je ook weer met een of andere machine krijgen te maken. Of de chat is gesloten. Of hij is pas over 2 dagen weer bereikbaar. Of u krijgt binnen 72 uur misschien bericht. Kortom, de bereikbaarheid van de banken. Dat is geen ding. Ze willen wel je geld hebben. Daar gaan ze mee beleggen, mee woekeren. Een stelletje woekeraars zijn het inderdaad. Maar bereikbaarheid om de stand van jouw kapitaal, om mijn minieme kapitaaltje te krijgen, om een vraag over te stellen, dat is niet het ding van de werken. Bereikbaarheid, beste kijkers, dat is voor watjes. De banken, die zitten daar gewoon op die grote berg geld, met steeds minder mensen, met een steeds grotere en gecompliceerdere website. En dat is alleen bij de banken zo, dat is bij de gemeente zo, dat is bij allerlei officiële instanties zo. Dat is eigenlijk overal zo tegenwoordig. Je kunt niemand nergens meer aan de lijn krijgen. Iedere organisatie die een beetje iets voorstelt, of het GVB is, of de woningbouwvereniging, of de provider van water, of de provider van gas en elektra,
Allemaal geprivatiseerd, allemaal hun eigen websites. En één ding is gewoon kenmerkend voor alle grote organisaties tegenwoordig, waar u geld aan moet betalen. Bereikbaarheid is niet hun ding. Bereikbaarheid, beste kijkers, is voor watjes. Bereikbaarheid is voor de 20e eeuw. En we leven nu in de 21e eeuw. En ik ga hem niet helemaal meemaken. Ik denk hem helemaal niet zo lang meer gaan meemaken. En ik werk ook, ik ben te oud voor de 21e eeuw. Ik ben uit de tijd. Mijn tijd is geweest. Geef de pijper aan Maarten. Binnenkort lig ik tussen 6 kisten of 6 planken onder de grond te rusten in mijn graf. En dan ben ik van al dat gezeik af. En ik wens de mensen die nog jarenlang met die ellende moeten leven, wens ik heel veel sterkte. Want dit is geen fijne tijd. Dit is de tijd van de digitale tijd. Het is de digitale tijd. En in die tijd tellen wij niet meer mee. We worden geregeerd door machines. We zijn slaven van de machines, slaven van de telefoon, slaven van het internet, van de computer. Mensencontact is helemaal niks meer. Mensencontact is fout. Alleen maar digitaal contact. En straks krijgen we kunstmatige intelligentie, want die is eigenlijk al. En dan zijn we helemaal niemand meer. Dan zijn we gewoon slaven van de machines. En het is maar anders. Het is maar dat u dat weet, beste kijker. Het is niet anders. Wij zijn slaven. We zijn gedoemden. We zijn geschochten. Slaven van de machine. En het is maar dat u dat weet.